wat er in mijn adventskalender allemaal zit. Oh, dit is echt sneu. Ja, misschien geef ik zo wel als het klaar is. Dat is even wat anders dan normaal, dat ik een soort hele korte kasttour doe, overzicht of zo. Dat is misschien wel leuk, want ik laat hem volgens mij niet heel erg vaak zien. Heel frissiger. Oh, dit taart. Dit vind jij denk ik niet zo lekker. Dit ruikt een beetje naar... Maar echt, dit stuk, ik moet het gewoon weten. Echt. Denk, hoe dan dit? Goedemorgen. Het is dinsdag. En dit heb ik... Ja, Sarah heeft deze gekregen. Echt heel erg leuk. Een adventskalender. En het is vandaag ook precies... 1 december. 1 december. Maar wat zagen wij nu? Mama heeft een vuilniszak gekregen. Ik heb een vuilniszak. Wat zou daar nou in zitten? Oh, gaan we eens kijken. Oh. Wat is dat dan? Ook een adventskalender. Ja. Dat is leuk. Oh, jouw is nog mooier. Ja, maar die van jou is chocola. En dat is het beste wat er is, toch? Ja. Ik heb de... Jij hebt Beauty Presents. Mag ik mijn chocola Botanical. 24 Beauty Presents. Oh, ben ik benieuwd. Dat is leuk. Ze mag ook niet 's ochtends de adventskalender van mij. Dus dat doen we in de middag of in de avond. Dus, dan is het misschien wel leuk als ik ook elke dag een vakje open ga maken. En aan jullie ga laten zien wat er in mijn adventskalender allemaal zit. Oh, die vieze, vervelende miezer. Oh, dit is echt sneu. Ik zie nu net Sarah's vogelvoerbakje er zo bij hangen. Gelukkig heeft ze dit nog niet gezien, maar heeft het niet overleefd dus. Maar wat ik wilde vertellen, want daar baal ik zo erg van. Ik had een pakket besteld met allemaal echt hele mooie items. En dat pakket moest dus bezorgd zijn. Maar ik was niet thuis. En er stond dat het hier afgeleefd was. Dus toen keek ik en toen had ik een briefje... En ze hadden het dus in mijn blauwe bak gedaan. Maar er zit dus geen pakket in. Maar ik had voor best wel veel geld besteld. Dus daar baal ik echt van. Dus ik heb nu wel melding gemaakt. En dan wordt het onderzocht. Maar ja, ondertussen ben ik mijn spullen kwijt. En een van die items is alweer niet meer te koop. Uiteraard. Dus ik had al zitten kijken. En het gaat om een paar schoenen. En nu heb ik hem in Dubai heb ik ze gevonden. Echt. Maar dat is echt de enige plek waar ze verder verkopen. Dus ja, ik zit even te twijfelen. Ik had wel gekeken op Trustpilot. En daar zag die website er wel gewoon goed en betrouwbaar uit. Dus wat dat betreft durf ik het wel daar te kopen. Maar oh, wat baal ik hier weer van. Echt gewoon weer. Ik weet echt niet wat het is, maar... Elke keer dat gedoe met pakketjes. Vorige keer natuurlijk ook al pakketten die helemaal kwijt waren. Oh, wacht, hier heb ik... Officiële site. Misschien zijn ze daar ook te koop. Ik heb mijn schoentjes besteld. Ik heb nog even gezocht. Ze komen nu uit het buitenland. En nu wordt het tijd om die grote kast ook weer schoon te maken. Echt, ik heb er echt zo'n hekel altijd aan. Om te stoffen, het is niet mijn ding. Maar het is altijd wel zo fijn als die kast weer helemaal mooi en netjes is. En ja, misschien geef ik zo wel als het klaar is... Even wat anders dan normaal, dat ik een soort hele korte kasttour doe, overzicht of zo. Dat is misschien wel leuk, want ik laat hem volgens mij niet heel erg vaak zien. Oké, klaar. En bij deze even een kleine tour van de kast. Ik begin helemaal achteraan. Dat is het makkelijkst. Vooraan is sowieso Marcus gedeelte. Ik heb hier altijd een mand staan. Als dingen gerepareerd of uitgezocht moeten worden, zitten die daarin. Ik hou van hangen, dus ik heb hier bikinis en ondergoed hangen. Hier heb ik slaapkleding en badjas hangen. Daar ga ik ook allemaal niet te veel over uitweiden. Hier al hangt beneden heel erg veel.
Dit rekje hangt namelijk de ene keer vol en de andere kant vrij leeg. Of de andere keer vrij leeg. Hier heb ik jasjes en couvertjes en alles hangen. En daarboven heb ik hier onder andere tassen en daar in het hoekje ook. En ik heb een gedeelte van mijn tassen in de la. Eigenlijk wil ik meer haken, dus ik zit af en toe te denken om dat hier te doen. Maar aan de andere kant vind ik dat ook niet de ideale plek. Of dat ik hier nog een klein hangertje erbij. Dan kunnen hier wat kortere tasjes. Maar ik ben er nog niet uit hoe ik dat helemaal ga doen. Dan heb ik hier de shorts. Daar heb ik best wel veel van weggedaan. Dus dat is een vrij leeg rekje momenteel. Een van mijn favoriete stukken van de kast is mijn jurkencollectie. Ik hou wel echt van jurken. Even om er een paar te laten zien. Deze die heb ik afgelopen juni aangehad op een bruiloft. Deze is van Karen Millen. Deze jurk vind ik echt helemaal geweldig. Dan, wat is nog meer een van mijn favorieten? Die heb ik nog niet aangehad. Dus die vind ik niet leuk om te laten zien. Deze die vind ik ook. Deze van Calvin Klein. Een paillettenjurk. En ik heb waanzinnig tegenlicht. En hij lijkt net of je er niks onderaan hebt. Omdat er dus zeg maar een huidskleurige voering onder zit. Die vind ik ook echt geweldig mooi. Even kijken. Dan hebben we ook deze. Maar die zit in een zak. Deze is ook van Karen Millen. Dit is een gala jurk. Echt geweldig. Ik hou daar zo van. Alleen ik zou willen dat er meer gelegenheden zijn dat je dat soort jurken kan dragen. Dit is toch ook wel een van mijn favorieten. Deze is van Liu Yo. Dit is een corsetjurk. Deze had ik toevallig aan toen ik verloofde. Dus dat is ook wel een leuk weetje. Dan heb ik ook nog, en dat is een beetje een vergelijkbare jurk. Dat is deze. Deze is ook van Liu Yo. Trouwens, die andere is van Guess. Wat zeg ik nou? Die vorige is van Guess. Deze is van Liu Yo. Dit is ook een corsetjurk. En ja, die vind ik dus ook helemaal geweldig. Ze lijken op elkaar, maar toch als ze aan zijn, zitten en staan ze echt wel anders. Deze heb ik nog. Deze van Ted Baker. Die kan je zo wel beter zien. Ook een lange gala jurk. Ja, ik hou er echt van. Het liefst zou ik elke week een gala hebben, zodat ik zo'n jurk aan kan. Nou, genoeg even voor nu over de jurken. Dan heb ik hier tops en shirts truien hangen. En ik hang altijd op kleur. Dus dit is allemaal korte mouw. Van licht naar donker. En dan heb ik longsleeves en blouses. Ook van licht naar donker. En dan truien van licht naar donker. En wel geteld twee vesten, want ik ben geen vesttype. Dus ja, van licht naar donker is niet zo moeilijk. Rokken, die heb ik op dit. Eerst de kortere rokken, ook weer van licht naar donker. Dan de lange rokken van licht naar donker. En deze klopt niet, zie ik wat dat betreft. Deze wordt hier. Lange rokken heb ik nu ook wat minder. Dan de pantalons en broeken. Dus alles geen spijker, ook weer van licht naar donker. En dan spijkerbroeken, maar er zitten er heel veel in de was. Dus ik heb er hier nog maar vijf hangen. Ook van licht naar donker. En dan heb ik nog aan deze kant. Onder de badkleding heb ik de slippers staan. Onder de slaapkleding heb ik de sneaker wedges staan. Dus dit zijn wel sneakers die ik heb, maar wel allemaal met hak. Dan heb ik in dit gedeelte heb ik allemaal enkellaarsjes. Dit zijn mijn hoge laarzen. En zoals ik in de laatste video over mijn schoenen al zei, ik heb dus niet heel veel, ja, enkellaarsjes iets meer geworden, maar laarzen heb ik echt maar 5 paar. En dan hierboven, en dat heeft Marco een beetje ingenomen, die pruik is wel van mij en het masker is van mij, maar die heeft zijn pettenhoeden in mijn gedeelte erbij gehangen. En hier hebben we dus eerst mijn sandalen. In ieder geval zomerschoenen. En daarna hebben we de pumps. Dus ja, oké, het is een redelijke collectie. Maar het is ook nog geen te asociale, dit kan echt niet meer collectie. Ja, ik wil hem nog wel heel graag uitbreiden. Want ja, anderen sparen andere dingen. Ik spaar dit. En ik vind het geweldig. En ik word er ook altijd echt wel heel blij van. Dus ja, voor mij mag er nog wel... mogen er nog wel wat paardjes bij. Maar één is onderweg, als het goed is nu. Dus. Ik ben weer met deze kleine Sarah. Die en ik was heel verdrietig omdat mijn bovenvoerbakje ja, ze zag het gelijk. Wil jij de jouwe eerst? Ja.
Zoek je vakje maar. Kom maar hier naast me zitten. Daar. Ja. Alleen Sarah ging net een beetje op de kalender zitten. Dus ik ben benieuwd of alle chocolaatjes nog in de vakjes zitten. Oh, wacht. Er zitten twee. Dan, wacht even. Die hoort dus eigenlijk, kom eens. Die hoort, laat los. Bij de 6. Ik weet niet of die bij de 6 hoort. Nee, bij de 14. Ik weet het niet. Het kan allemaal. Even wachten. Bij de 14. Ik weet het niet. Hij kan ook van de 12 zijn gevallen. Ik kan het niet goed voelen. Nee, dan maak je kapot. Zo. Nou, haal hem maar uit de 1. Ja, dan weten we dat er losse chocolaatjes in zitten als je een vakje geen hebt. Oh, ja, ik probeer hem via de onderkant te duwen. Ja! Een servo! En we gaan gelijk uit deze grote doos het halen. Hier is de eerste. Ja, ga jij hem voor me openmaken? Ja, moet je hem zo induwen, vanaf deze kant. En dan kan je hem zo... Ja, heel goed. Oh, wat is die tube leuk. Oeh, en shower gel. Oh, die is lekker. En hier is 2. Zullen we eens ruiken? Ja, dat komt morgen. Gaan we eens ruiken. Wil je dat opzij even afdraaien? Oh, wacht even. Ik moet uitkijken dat we er niet te hard in knijpen. Heel frissiger. Oh, dit taart. Dit vind jij denk ik niet zo lekker. Dit ruikt een beetje naar je oksel. Nou, wat zeg jij nou weer voor raar? Nee, het is spray voor je oksel. Nee, maar het zijn een beetje sauna geurtjes. Mijn boodschapjes zijn weer binnen. Zie je dit nu te kijken? We gaan Meredith het Versailles kijken. Weer van, oh nee, van de laatste 3 stellen weten we dadelijk of ze wel of niet bij elkaar blijven. Alleen Marco zit nu iets anders te kijken. Je zit er helemaal in 2 minuten. Maar ik wil echt weten. Ik wil het gewoon weten, ik moet het weten. En toen was Marco moe en heb ik het niet afgekeken. En nu hebben we dus een heel stuk gekeken, maar ik heb gewoon geen ontknoping. En ik baal zo, want ik wil zo graag weten hoe het allemaal afloopt. Echt, dan zit je er zo in en dan wil je het gewoon weten. Maar goed, ik weet ook na de ontknopingen komen er nog een aantal afleveringen. En dat hadden we al gezien. Maar ik heb geen idee wat ze dan allemaal nog gaan filmen. Maar echt, dit stuk, ik moet het gewoon weten. Echt, ik denk, hoe dan dit? En vandaag ga ik zomaar wel weer echt op tijd naar bed. Dus ik ben wel even trots op mezelf. Dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!